Mijn beste vrienden, Paramaribo, groet u met een grote Biggie Brassa, zoals gewoon. Ik ben zo even in de fout getrapt en ik kan het mezelf niet vergeven. Maar daarom kom ik nu even bij u om die fout onmiddellijk te corrigeren. Wat in een tijdje dat komt, want door Saniwalolo Saniara. Ik heb het in de vorige video, wie van deze, daarmee bedoelde ik, Chandrika Prasad Santokhi en Desiree Delano Boutersen. De video heet Wie van deze? En de inhoud van de video vult dat in of maakt die vraag alleen maar groter voor u. Zodat u zelf een beetje lekker interactief kan meedenken. Luister nou. In die video heb ik een of andere dom ding gezegd. En dat vergeef ik mezelf niet. En ik moet u eerlijk zeggen, Tante Carla stond direct achter me. En zei, waar ging het om? Het ging om het woordje patoloog. Kijk, ik zei heel duidelijk, bravoer, patoloog, asan, anopata. Het heeft niks met pata te maken. Het is een patoloog. En een patoloog kennen we bijvoorbeeld in Suriname. Zeggen we, amande kodede. Ja, en een van de, hij doet veel meer dan dat, maar Amande Kodede is bekend Surinaamse mond, toch? Maar een van de meest bekende pathologen van Suriname was de dokter Vrede, lange man van 2 meter. En ja, wijlen, rest in peace, dat raar. Hij had de volgende uitspraak en dat is leuk om te weten. Wat zei hij? Mie Kodede. Mama did the nekoti. I'm on the moro. Hey, rest in peace, brother. En luister, dus lieve mensen, dat ding is patoloog. Patoloog, zomaar de kort de karren van patoloog aan het doen. Mia no datra, maar mi no mag tegen die laulo zijn. Dus, dat weet u het, hè? Patoloog. Dankjewel en tot de volgende keer. Noem ik grapje, hè? Ik kom straks weer bij u met een grote vraag. Een grote vraag. Man, wat volgens mij een man de kaart punta bombardeer Paramaribo. Dus mijn consumer zijn niet, dan ik ga dat ding aan jullie voorleggen om te vragen van wat is het? Dadelijk kan je me zien, kan je me horen. Like en subscribe.